Vandaag starten we met huiskamer Wernhout. De huiskamer is op donderdag van 10 tot 4 uur en is bedoeld om mensen een gezellige dag te bieden. Ouderen met name uit Wernhout. Ouderen die misschien niet zo gemakkelijk meer bij andere activiteiten kunnen komen omdat ze wat minder goed ter been zijn. En die wij dus hier in de Mierenbos dus een gezellige dag willen bieden. Met ondersteuning van vrijwilligers. We hebben een hele mooie groep van 8 vrijwilligers gevonden. Bieden we de mensen een dag met activiteiten. We beginnen dat heel eenvoudig op te bouwen met spelletjes en wat gezamenlijke activiteiten. Maar er is van alles mogelijk. Gezamenlijk koffie drinken. Als nodig is, dan regelen we het vervoer voor mensen. Dat we ze ophalen en terugbrengen. We zorgen voor een maaltijd. Dus het hele jaar door proberen we mensen een dag per week, een hartstikke gezellige dag hier in de Mierenbos te bieden. We gaan bouwen in Wernhout en zo hebben we nog heel veel andere plannen op de plank liggen die we ook graag tot uitvoering willen brengen. En dit huiskamerproject is denk ik ook zo'n voorziening die er echt toe doet. Dus felicitaties aan Wernhout. En dat alles gezegd hebbende wil ik eigenlijk afsluiten met één ding. Dat is nogmaals compliment uit te spreken voor vooral ook de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. En ik wil heel graag met elkaar een groot applaus voor al die vrijwilligers geven. En de vrijwilligers die mogen zelf niet meeklappen. Vanuit Oost voor jullie. Mensen, ik kijk even rond. Het is hartstikke goed om hier te zijn. Als ik, en dat is dan even persoonlijk, als ik rondkijk, dan zijn er sommige mensen die ik al zoveel jaren ken. En die zie ik hier weer terug. En ik zie een groep vrijwilligers die zich actief gaat opstellen en die de huiskamer gaat ondersteunen. En dat zijn er, Jan, heb ik begrepen, 8, hè? Minimaal 8, ja, dat deed ik toen. En Wernhout heeft dan toch maar even een ploeg van 8 vrijwilligers bij elkaar gevonden die dat gaan doen. En die zitten hier ook aan tafel. Gemeenschapshuis Wierenbos en de wethouder, gemeente Zundert en Stichting Welzijn Zundert zitten hier ook aan tafel. En die hebben de handen bij elkaar gestoken, in elkaar gestoken om in Wernhout iets voor elkaar te krijgen. Waar we eigenlijk in 2010 mee gestart zijn in Nachtegaal in Achtmaal, huiskamer. Vandaag voor het eerst hier, dus het is een beetje een feestdag, hè? Een beetje feestdag. We hebben een aantal reguliere activiteiten, ook in Wierenbos, waar mensen naartoe gaan. Biljarten, kaarten, handwerken. Maar niet iedereen kan daar even gemakkelijk naartoe. Niet iedereen, en zeker als mensen nog ouder worden, zeg maar, richting 80 en nog verder gaan. En dat het niet zo makkelijk meer is om mee te doen. Voorbeeldje, op een gegeven moment kan je gehoor gaat achteruit. Dat gebeurt mij en gebeurt natuurlijk nog meer als je nog ouder wordt. Dan hoor je het allemaal niet zo goed meer en dan loop je het risico dat je dus weg gaat vallen. Dat je niet meer komt. Dat is jammer, want Wierenbos is centraal en andere mensen blijven ontmoeten. Dat is heel belangrijk. En wij willen eigenlijk met een huiskamer toch niet meer doen dan mensen de gelegenheid bieden om anderen te blijven ontmoeten. En vandaag starten er 3 mensen. Ik heb begrepen dat er al een paar mensen meer op de wachtlijst staan. Dus die willen ook komen. Langzamerhand gaan we toch hopen dat we ook net zoals in Achtmaal, we hebben daar een groep van 15 mensen, ook hier in Wernhout een groep van 12 tot 15 mensen krijgen die hier elke donderdag een hartstikke leuke dag zullen hebben. Aangevonden hebben complimenten dat jullie het willen gaan doen. Maar we gaan het samen doen. De vrijwilligers, het gemeenschapshuis, bij een beetje op de achtergrond, Stichting Welzijn.